hebben het mooiste deelnemersveld ooit. Ja, Monfils, dat is duidelijk. Ongelooflijke aanwinst voor het toernooi. Twee jaar op rij nu gewonnen. He, kan samen met Federer, als hij dit jaar wint, dat hij de enige samen met Federer is die 3 jaar toernooi heeft gewonnen. En van hem zou er nog iets bijzonderder zijn, omdat hij 3 jaar op rij heeft gewonnen. Het is een ongelooflijke atleet. Die haalt ballen en is het een halve spagaat. Haalt hij nog steeds een verdedigende bal, kan die slaan. Dus nou, hij kan ongelooflijk in de verdediging zijn tijdens. En dan in diezelfde rally opeens toch nog wel aan het net staan. Dus hij weet dat ook heel goed, hè, zo'n counterpuncher bijna, om te draaien, dat van verdediging naar de aanval te gaan. Nou, Wawrinka, ook oud winnaar. Super speler, heel aardige jongen en waanzinnige enkelhandige backhand. Hij moet altijd wel behoorlijk knokken bij ons. Hè. Ik denk dat gravel misschien wel zijn fijnste ondergrond is, hoewel hij natuurlijk en Australische Open en US Open heeft gewonnen op hardcourt. Maar het is een jongen die graag een beetje de rally aangaat. Af en toe een beetje verdedigen en dan opeens uithalen. En dat kan soms lastig zijn als hij tegen iemand speelt die maar blijft komen. Maar Sten is een hele goede allround speler met eigenlijk een wapen aan beide kanten. Voorhand en backhand, terwijl de backhand natuurlijk de meest bekende is. En gewoon niet geplaatst is. Dus die zou zomaar eerst rond tegen Nadal kunnen spelen. Ja, het is een bizar jaar dit jaar dat best wel veel top 20 spelers gewoon in de eerste ronde tegen de top 10 speler kunnen komen. Abonneer je nu op ons YouTube kanaal en mis niks van het ABN AMRO World Tennis Tournament.